De Progressieve Arbeiders- en Landbouwersunie, PALU, heeft vandaag het boek dat onlangs is uitgebracht door haar seniorencollectief overhandigd aan DNA-voorzitter Jenny Simons. Het boek met als titel Laat ons samen de onafhankelijkheid voltooien voor welvaart en welzijn voor een vrije Surinaamse natie handelt over de manier waarop Surinamers zijn omgegaan met de onafhankelijkheid. Daarnaast wordt er een blik geworpen in de toekomst. Volgens Jim Hock, voorzitter van de PALU, is de gemeenschap nog niet helemaal uit de afhankelijke positie. Hij benadrukt dat de ontwikkeling van het land hierdoor niet goed op gang komen. Wij als PALU, midden in de samenleving staande, als enig overgebleven progressieve partij uit de jaren 70, na 60, wij zitten ook geconfronteerd, wij worden ook geconfronteerd met de problemen van elke dag en de diepe crisis waar wij doorheen gaan. Maar wij zijn een ideologische partij, dus wij proberen de diepere oorzaken van deze crisis te achterhalen en wij proberen daarvoor oplossingen aan te dragen. Dat is wat we met dit werk hebben proberen te doen. We willen het aan u overhandigen als symbool dat we het ook aan het volk overhandigen. En wij hopen dat daarmee ook een bijdrage wordt geleverd aan inderdaad de definitieve oplossing van deze crisis. DNA-voorzitter Simons is blij met het boek. Ze onderkent dat Suriname na meer dan 40 jaar onafhankelijkheid nog geen economische stabiliteit heeft bereikt. Land als Suriname heeft nooit genoeg aan gedachten over hoe we verder kunnen gaan en met elkaar verder kunnen gaan. Inderdaad, de onafhankelijkheid is er. En ik heb hem 7 jaar geleden gezegd, dat is er op papier. We hebben in een aantal opzichten correct aangeboekt, maar de economische stabiele zelfstandigheid hebben we sinds de onafhankelijkheid nog niet bereikt. En het is ons onder die enkele keren helemaal gelukt, hoewel er stappen zijn gezet. Dus het is nog zeker ruimte voor gedachten en visie die we kunnen gebruiken in het werk dat we allemaal te doen hebben om het land economisch zelfstandig te maken. De voorzitter van de Nationale Assemblée, Jenny Simons, zij heeft namens het parlement het boek van de PALU in ontvangst genomen.